Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat er contact is gelegd met de vader van de Surinaamse jongeman die mogelijk betrokken zou zijn bij radicale groeperingen in Syrië. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat er wat meer informatie over de zaak binnenstroomt. Ja, we hebben begrepen dat deze jongeman, ik geloof op 11-jarige leeftijd, meegenomen is door zijn moeder en nog anderen zonder de vader naar het buitenland en daar geradicaliseerd is geworden. Het is vervelend om privé aangelegenheden van personen te bespreken, dus ik ben daar heel voorzichtig mee. Maar die radicalisering heeft plaatsgevonden en wij weten nu wel wie de vader is. En met hun zijn we in gesprek nu om te kijken wat het beste gedaan kan worden. Volgens de minister is ook via de ambassade in Brazilië getracht meer informatie te krijgen over de jongeman. Hij zegt dat het geen eenvoudige klus is. En wij gaan door. Mogelijk dat we iemand zullen sturen indien de omstandigheden goed zijn, veilig genoeg zijn, vanuit een van onze missies in Marokko of uit Parijs om consulaire aspecten te bespreken. Maar dat is wat ik erover wil zeggen op dit moment. Wij volgen het heel nauw en natuurlijk, ik wil wederom van de gelegenheid gebruik maken om Surinamers te waarschuwen voor dit soort issues. Helaas, deze jonge man was jong, minderjarig, moest meegaan waarschijnlijk. Maar het is niet goed, nog voor het gezin, nog voor het individu, nog voor het land, om dit soort situaties te belanden. De minister geeft aan dat kwesties waarbij Surinamers betrokken raken bij strafbare en spraakmakende zaken in het buitenland negatieve aandacht krijgen. Hij benadrukt dat het een totaal verkeerd beeld geeft over de Surinaamse samenleving.